Zo, het is Corso zaterdag en ik zit in de auto op weg naar Danique. En nou, ik heb er super veel zin in en we gaan jullie dus vandaag lekker meenemen op een dagje vloggen voor het Corso. Iets anders dan voorgaande jaren. We rijden voor het tweede jaar op rij niet. Dus nou, stay tuned voor wat leuke filmpjes. Woehoe! Nou echt, dit is leuk. We zijn dus onderweg. En nou, moet je kijken. We rijden achter de reuzenbol met daarop het witte kerkje van Noordwijkerhout. En die gaan we dus nu naar het raamwerk brengen. Hoe tof. Nou Ted, daar staan we dan. Ja, daar staan we dan. Wat vind je er eigenlijk van zo vandaag? Nou, een bijzondere dag. Ja, vertel eens, waarom? Nou, een beetje onwennig. Normaal is het Corso-dag en is het altijd na een hectische week altijd de kroon op je werk. En dat is het nu natuurlijk ook wel, hè? Het is een beetje in het klein. Ja, een soort pop-up zag ik al voorbij komen, hè? Dat we een pop-up Corso noemen. Ja. En wat is vandaag precies het plan? Het plan is vandaag om met drie wagens eigenlijk zo'n beetje de hele route van het Corso te rijden. Die we normaal gesproken alle jaren rijden. Om het ook een beetje levendig te houden en ook voor de sfeer in de Bollenstreek hoog te houden. Ja, en ik zag zelf al wat harten voorbij komen die mensen hadden opgehaald en zelf hadden klaargemaakt, hè, en aan de deur hebben gehangen. Klopt, ja. Ik zie hier ook een hart uit de auto gehaald worden. Ja. Wat gaan we met die harten doen? Nou, die harten, elke praalwagen die heeft een stuk of 15 harten bij zich. En die kunnen we gewoon vrijelijk uitdelen op punten waarvan wij het gevoel hebben van dat verdient een hart. Heel mooi, hartverwarmend. Ja, hartverwarmend, zeker. Ja, en ik hoor u zeggen dat u het Corso dus heel erg mist. Ja, het is eigenlijk al het tweede jaar dat we eigenlijk niks te doen hebben. Dus dit is eigenlijk een hele leuke actie. Tof, de mensen van een beetje moed te geven. Ja, hè? Echt hartverwarmend. Snap ik wel, snap ik wel. Dus dit is een leuke... We zijn één van de 1500. Ja, en jullie geven nu echt ook gezicht aan het Corso. Dat is het. Ja, nou zeker. Dat is er echt wel. Nou, we zijn in Noordwijkerhout, onze derde stop. En ik sta hier dus met Tineke. En Tineke, vertel eens, wie ben jij? Nou, hoi, ik ben Tineke Geerlings uit Noordwijkerhout. Geweldig om hier te zijn. En kijk eens wat een heerlijke, spontane actie we hier ook hebben. Ja. Heel fijn. En Tineke, wat is jouw link eigenlijk met het Corso? Ja, mijn link met het Corso. Nou, laat ik beginnen met het begin. Ik ben gegroeid tussen de bollenvelden. Echt geboren tussen de bollenvelden. Dus als in het voorjaar de bollenvelden ging open, de toeristen kwamen. Nou, dan gingen we los, dan gingen we slingers verkopen langs de weg, bloemen verkopen. Maar wij hadden een hele leuke oude boerenkar in ons zijtuintje, zo noemden we dat, staan. En die ging helemaal draperen met slingers, geweldig mooi en het was prachtig. Dus nou, een hoop toeristen stoppen, foto's maken, dus ik vond dat wel prachtig. En, Eigenlijk was jij jongs af aan stiekem al bezig met het Corso, terwijl je niks voor het Corso eigenlijk deed. Juist, nou ik ging wel naar de Corso kijken, ja. Want mijn mond open, ik vond het prachtig. Dus ik begon dat thuis een beetje ook te doen. En hartstikke leuk en lekker naar patiënten verdienen en maar decoreren die mooie boerenkar. Dus dat was echt helemaal geweldig. Ja, wat leuk. En hoe oud was je toen eigenlijk? Ja, ik denk jaar of 10, 12. Jeetje, zo jong al en zo enthousiast. En hoe ben je dan eigenlijk uiteindelijk met het Corso in aanraking gekomen verder? Want je doet volgens mij wel, of hebt of doet, eigenlijk best wel wat voor het Corso, toch? Ja, uiteindelijk wel, ja. Nou ja, joh, een paar jaren later, laat ik het zo zeggen. Ik was een jaar of 20, begon ik een winkeltje in de Zilk. En daar was ik mee bezig en toen kreeg ik een aanvraag van een automobielbedrijf uit Lisse. En die vroeg van, joh, even mijn luxe wagen opmaken. En dat was een bloemenzaak die je bent begonnen? Ja, een bloemenzaak, ja. Dus, nou, en toen zei ik, ja, natuurlijk, spannend natuurlijk. Maar ja, joh, je bent jong en je pakt alles aan. Dus ik dat gedaan. En dat pakte eigenlijk hartstikke succesvol uit. Dus ja, daarop zei die, joh, kan je er geen twee van me maken? Zo, nou, met die winkel erbij, dat was nogal wat. Dus, maar toch gedaan en... ja, weer succesvol. En ja, toen kwamen er ook andere bedrijven. Dus ik was helemaal met de luxe wagen, zoals ik altijd, was mijn dingetje geworden. Dus dat was wel heel leuk. Er zaten ook dompertjes tussen hoor, maar ook heel veel leuke, succesvolle
Ja, vooral veel gezelligheid kan ik me zo voorstellen. Ja, het is een streekfeest, hè? Ja. Zo zie ik het. Het is een streekfeest. Vrijwilligers, mensen die gek zijn op bloemen, die komen allemaal op ons af natuurlijk. Ja, die snap ik. Ja. Dat snap ik zeker. Ja. En Tineke, wat is dan jouw mooiste corso-verhaal? Heb je dat? Ja, mijn mooiste corso-verhaal, en dan kom ik toch bij Margriet van Dam. Want ja, Margriet van Dam, fantastisch mens, mag zeker niet vergeten worden in dit verhaal. Die was op dat moment hoofdarrangeur. Deed ze fantastisch en die kwam naar me toe en zei ze, joh Tien, kan jij geen praalwagen voor het corso maken? Ik zei, praalwagen, zo'n grote wagen, nou weet ik niet hoor. Dat kan jij wel, zegt ze, dat weet ik zeker. En ik met maken, wat bedoelde zij er dan mee? Het bloemwerk. Ja, niet het prikken, want ze zegt tegen mij van Corso Groep de Zilk, die zoekt nog een arrangeur. Nou ja, ik ben geboren en getogen in de Bollestreek, dus ik denk ja, dat moet ik dan gewoon doen. Ik pak die kans en ik ga dat doen. Nou, en helemaal leuk. Corso Groep de Zilk, superleuke vereniging. We hebben echt ontzettend veel lol met elkaar. Leuke, creatieve mensen, enthousiaste mensen. Dus met elkaar zetten we elk jaar toch wel weer een hele mooie wagen neer, ja. Ja. Wat leuk. En hoeveel jaar doe je dit dan nu al? Nou, je moet toch eventjes terug gaan rekenen. Ik was een Griekje van 21. Ah. Ja, 40. Kijk eens aan. Hartstikke leuk. En nou, dit is dus echt al het corso. Niet is zoals we het gewend zijn, hè? Voor het tweede jaar op rij. Ja. Wat mis jij dan het meeste? Nou ja, de gezelligheid, de sfeer, maar ook het bloemevent. We staan hier voor de Witte Kerk en hier hebben we ook elk jaar een bloemevent. En die wordt helemaal door de TPN wordt dat gedragen, zal ik maar zeggen. En wie is de TPN? Toeristisch Platform Noordwijk Hout. Ah. En dan hebben we hele enthousiaste mensen aangereid. Leo van der Weijden, noem maar op, dat hele groepje van de TPN. En die warmen de... dragen dat een warm hart toe, wat geweldig is. En hebben we hier binnen, maken we dan altijd een hele mooie bloemshow met alle gewassen van de kwekers hier uit de streek. Fantastisch, echt geweldig. Maar ja, zoals je weet, gaat niet door. En wat hebben we dit jaar gedaan? We hebben dus hele mooie bloembakken om de Witte Kerk heen gedaan met allemaal bolgewassen en bloemen. En nou ja, wat niet binnen kan, doen we dan dit jaar buiten. En dat is ook geweldig. En dat is precies wat we nu aan het doen zijn, hè, met het bloemencorso. We doen een alternatief corso, net zoals jullie. We pakken het alternatief op en dan maken we er alsnog een heel mooi feest van. Precies. Niet dingen die niet kunnen, maar dingen die wel kunnen. Ja, ja, en heb je nog een laatste wens voor volgend jaar? Of een quote of een uitspraak die je wil meegeven aan onze corso-fans? Ja. Ik wens natuurlijk dat we volgend jaar weer kunnen rijden met alle pracht en praal. Want jongens, eerlijk is eerlijk, bloemen maken blij. Ja. Ja, er ligt ons doel voor ons, maar het ook is mijn bedrijf, maar het zeker.
werd natuurlijk altijd meegenomen al naar de Noordpool te kijken. En die belangstelling is nog steeds wel. Zelf kopen, zelf steken, dat is voor jou. Oké, ben je gewaarschuwd.